Ik sta hier in het Vincent van Gogh-huis in Zundert op de tentoonstelling Reiner Vetting ziet Van Gogh. Een expositie met schilderijen en sculpturen van de Duitse schilder Reiner Vetting. Die hoorde tot de Berlijnse groep van de Neue Wilde. Een groep die in de jaren 70, 80, toen de schilderkunst bijna was doodverklaard, opnieuw het penseel en de verf oppakte en weer heel figuratief en expressief gingen schilderen. En Reiner Vetting was heel sterk geïnspireerd door Van Gogh, door zijn schildertechniek, maar ook door hem als figuur. En hij portretteerde hem vaker in zijn schilderijen. Hier zien we een werk van Van Gogh voor de Berlijnse muur. Reiner Vetting haalde Van Gogh naar zijn eigen omgeving, naar zijn eigen tijd, en schilderde hem hier als een schim die langs de Berlijnse muur heen liep. En hier zien we een werk, een groot werk van Van Gogh en Gauguin. Hij heeft het genoemd Rückkehr der Giganten, oftewel Giants, geïnspireerd op een film met James Dean. En het gaat over de spannende relatie tussen Vincent en Gauguin. Je ziet Vincent daar als een helemaal in het geel, als een schim voorbij vliegen. En Gauguin die staat als een schaduw achter hem. Van, en waar zijn het nou vrienden of zijn het ook concurrenten van elkaar? Het blijft in het ongewisse.